Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We begonnen vanochtend met een buitje in de westelijke provincies en wolken in het westen en noorden, maar in het oosten en zuidoosten scheen de zon volop. Temperaturen konden daardoor behoorlijk oplopen. Uiteindelijk werd het in het zuiden zo'n 10-11 graden, misschien op een enkele plek in het Maasdal zelfs 12 graden door de feunwind. Die wind die waait niet bij Arsen, daardoor bleef het daar slechts 7 graden. Groot verschil met het zuiden van Limburg. In het noorden temperaturen halverwege de middag van 6 à 7 graden, daar kan het kwik nog een graadje oplopen. Dat alles hebben we natuurlijk te danken aan het zeer fraaie weer. Op deze satellietfoto zien we de laatste wolken via Groningen wegtrekken. En in de rest van het land was het vrijwel onbewolkt. Boven Engeland zien we alweer nieuwe wolken. Die wolken trekken vanavond via het zuidwesten het land binnen. Vooral in Zeeland kan er vanaf een uur of acht wat regen of motregen vallen. En terwijl die neerslag dan langzaam verder het land intrekt, lost het ook op. Dus. Hier en daar een spatje in het westen en zuiden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noordoosten blijft het vanavond nog helder, daar temperaturen van 4 graden in Zeeland 7 graden. En ook komende nacht is het in Zeeland 6 à 7 graden, terwijl het in het noordoosten 2 à 3 graden wordt. Er blijven opklaringen, maar zoals gezegd, lokaal kan ook een spatje regen of motregen vallen. Het westen en zuiden maken daar de meeste kans op. Het weerbeeld voor morgen ziet er prima uit, denk ik. Wel een stevige zuidoostenwind, windkracht 4 tot 5. Die maakt het voor het gevoel iets frisser dan wat de thermometer aangeeft. Maar die thermometer geeft wel 9 à 10 graden aan. Dus het is toch echt zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Meest de meeste zon, gok ik even, in het noordoosten. meeste wolken, in ieder geval de dikste wolken, in het westen en zuiden. Daar is dan ook de kans op een druppeltje regen of motregen het grootst. Voor het hele land geldt echter dat het droge weer overheerst. De zondag ziet er zo mogelijk nog iets beter uit. Temperatuur levert wel iets in, maar de wind neemt een fractie af. Temperaturen rond 7 à 8 graden. En opnieuw zonnige periode. En alleen in het zuiden kans op wat motregen. Ten noorden van Duitsland zit echter wel lage bewolking. Heel misschien bereikt dat zondag het noordoosten van het land. Dan wordt het ineens een tegenvallende grijze dag met temperaturen van slechts 3 tot 5 graden. Maar op dit moment ga ik nog even uit van een zonnige periode. Maandag en dinsdag kan er een enkele bui vallen, vooral maandag later op de dag en dinsdagochtend. En verder prima weer met ook van tijd tot tijd zon. Een afnemende wind en de temperaturen blijven ruim boven normaal. Normaal is 5 à 6 graden. en De komende dagen hebben we dus temperaturen van 6 tot 9 graden. En dat houden we voorlopig ook zo. Eigenlijk de hele volgende week. En bovendien is de kans op regen klein. Alleen maandagavond tot dinsdag kan er wat regen vallen. Maar tot het volgende weekend verder vrijwel droog weer met geregeld zon. Dus iedereen die vakantie heeft de komende week, die heeft echt mazzel. Wens iedereen een heel goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.